Overal maken Rotterdammers tijd vrij om te sporten bij een van de honderden sportverenigingen in de stad. In deze serie kijken we naar Sportplus-verenigingen. Verenigingen die de maatschappij net dat beetje extra bieden en het verschil maken. Bij Rotterdam Atletiek in Blijdorp wordt naast de atletiekbaan taalles gegeven aan vrouwen. Als heb je een stink in je mond, kan je één in je droog in je mond en ja, gewoon kouwen. Dan krijg je mond. Ja. Bij de gezonde taaltafels krijgen vrouwen taal- en sportles in een ontspannen en ongedwongen sfeer. De sportles wordt gegeven door oud-Olympisch atlete Letitia Vriesde. Rotterdam Atletiek staat open voor alles. En dus ook voor de vrouwen, de gezonde taaltafels, hebben wij vandaag een kruidenworkshop. Dat de vrouwen vertellen over de kruiden, hoe ze het zelf gebruiken thuis. Maar ja, waarom hier bij Rotterdam Atletiek? Dat is eigenlijk een beetje raar, hè? Atletiek en kruiden. Nou, de gezonde taaltafel is een project waarbij de vrouwen praktisch taal doen. En daarna met mij een stukje sporten. Ik zit hier om te leren, ontwikkelen voor mijn, voor mijn taal. En ook voor sociaal contact. Mijn vriendin, die staat achter mij, is het eigenlijk een beetje reclame, maar 15 kilo afgevallen. En die was een motivatie dat zij begint met gezond leven, sporten en ja. En Nederlands leren. En Nederlands leren. Armen meenemen, Vanessa. Goed zo, goed zo. Rotterdam Atletiek is een sportplusvereniging. Rotterdam Sport Support reikt dit predicaat uit aan vitale verenigingen die zich inzetten voor de maatschappij. Als jij een sportplusvereniging bent, ben je gewoon een waardevolle partner voor de wijk, voor de gemeente, voor welzijnspartijen, voor sportsupport. Nou, je weet gewoon, nou, daar zit een partij, een vereniging met wie je graag wil samenwerken. Een vereniging als Rotterdam Atletiek vindt het heel erg normaal dat ze aanbod hebben voor vrouwen met taalachterstand bijvoorbeeld. Nou, ik vind dat niet zo normaal. Ik vind het eigenlijk heel bijzonder dat je dat als vereniging inziet om het aan te kunnen bieden. Dit is gewoon een leuke groep. Dit is gewoon hoe is het om aan deze vrouwen les te geven? Wat is er anders? Het is een hele leuke groep. We lachen heel veel. We doen heel veel oefeningen. En heel belangrijk wat ik ook met ze probeer, dat ze het ook durven en proberen te doen. Gaat goed. Gaat goed. Gaat goed. Ja. Gaat goed. Ja. Ja, wij vinden het hier in Rotterdam heel normaal. Dat je oog hebt voor de wijk. En dat je weet welke samenwerkingspartners er zijn om tot dit soort activiteiten te komen. Doe je zelf ook nog even mee? Ik ga de dames niet ontrieven met mijn bewegen.